We zijn hier in Oldebroek. Zoals je ziet, herkenbaar de kerk natuurlijk. Maar hier zit ook onze bakkerij, onze productielocatie. En hier wordt vandaag een van de 8 wereldwonderen in de bakkerij van de toekomst aangelegd. De energie-neutrale bakkerij. En ik ga jullie meenemen nu naar de bakkerij toe, want ik wil wat laten zien. Hey, brand. Er loopt een brandslang, ik weet niet hoor, maar... Zal toch niet? Shit, hij gaat naar de bakkerij. Oh. Het valt mee. Er is helemaal geen brand. Dat is hem. Geen brand. Nou, de brandslang is aangesloten op een waterbad. Er is dus helemaal geen brand. Dat wisten we natuurlijk wel. Maar wat hier gebeurt is iets bijzonders. We zijn hier namelijk een geothermie en een waterbron aan het boren. En de boor die hier staat, zit nu op 104 meter diep. Nou, hier is dus een hele installatie opgebouwd waar ze de boring aan het doen zijn. Dit is de boormeester, die bedient dit ingewikkelde apparaat. En hij gaat ons vertellen wat hij nou precies aan het doen is. Hoe diep zit je hier nu? Ik zit bijna op 106 meter diep. Ja, op 106 meter verwachten wij dat we aardig redelijk water hebben, goed water hebben. En daar wordt het filter gezet. Dan wordt het plaats met filter. Dus wij krijgen Veluws bronwater uit de grond. 106 meter diep. Daar is het ook ietsje warmer volgens mij. Maar helemaal elektrisch geboord, dat is wel bijzonder. Dat is voor jou bijzonder. Ook iets nieuws. Dat is heel bijzonder. Ja, dat is voor mij echt iets nieuws. Dit is de eerste boorwagen eigenlijk waar wij sowieso mee boren. En volgens mij is het ook de eerste boorwagen van Europa. De eerste elektrische boorwagen. En waar zijn je batterijen? Zitten die hier ook bij? Mijn batterijen die staan achterop. Twee batterijen heb ik. De batterijen wegen alleen al 1800 kilo per stuk. Hey. En wat mij opvalt, is dat ik helemaal bijna niks hoor. Hij is super stil. Nou, ik vind het wel een eer dat de boormeester met de Duratherm All Electric boor hier in Oldebroek de allereerste boring in de wereld doet, elektrisch. Zo is het, hè? Ja, zo is het wel, eerste ja. Wereldwijde boring elektrisch. Best bijzonder. Is een mooi moment. Ik ben hier best wel trots op. Waar je tegenwoordig als bakker in deze energiecrisis waar we in zitten wel niet allemaal mee bezig moet zijn voor de toekomst. Vind je dit leuk? Blijf ons volgen op de social media kanalen. Deze stap is een grote stap voor ons. Hier gaan we nog veel meer over vertellen. Blijf ons volgen. Tot later.